weet te gaan. Chantal, kijk tegen u. Tot dan, stel dat u weet. Dat is een rare hoor. Goedenavond, wij zijn Thomas Baarten en Wim Geurens en wij zijn geselecteerd in de Vlaamse kortfilmcompetitie met de kortfilm De Smet. Maandag spaghetti. Dit is echt worst met rookwal. Woensdag pijkstoel. Met pijk. We hebben altijd met de broers zitten ook in een bepaald ritme en alles is zo gestructureerd dat we zelf hebben gezegd van we gaan regelmatig terug naar dezelfde kadrage. Dus eigenlijk is de film, als je hem bekijkt, in een drie-act. En dan zie je dat telkens dezelfde opstelling wordt gebruikt. Dus eerst zie je de broers met drie aan tafel zitten. Achteraf weer met drie, gebeurt er een breuk. Uiteindelijk zijn ze er nog met twee. En dan uiteindelijk, op het einde, zitten ze daar terug met drie. Ons ideale idee was dat ze alle drie een snor hadden eigenlijk. Dat ze uiteindelijk niet kunnen doorgaan omwille van andere producties van de acteur. Maar dan hebben we wel gezorgd dat ze alle drie ofwel een snor ofwel een baard hadden. Een acht. En een hier. Grenache. Grenache. Ik denk dat we zo ons hardste hebben geamuseerd met de scènes waarin ze echt alle drie aan tafel zitten. Stefan de Gant vond dat fantastisch om meer en meer in die scène te geraken. En daar komen dan heel plezante dingen van. Ja, altijd hilariteit op de set. Iedereen stond er voortdurend zijn lach in te houden. Dus dat was wel heel plezant. Het is zeker de bedoeling om de kortfilm in te zenden naar zoveel mogelijk festivals. En voor de rest zijn we eigenlijk bezig met het denken over wat kunnen we nog doen met deze opzet van die drie broers. Zijn we hebben een treatment uitgewerkt voor een reeks daarvan te maken. En we gaan dat voorstellen aan het FAF. En we zijn op zoek eigenlijk naar productiehuizen die zeggen van oké, laten we samen eens rond de tafel zitten en dit concept een vervolg geven. Allee, een beetje dichterbij, mannen, kom aan. Het niveau is zo hard aan het stijgen. Mensen zetten zich veel meer in op fictie, terwijl ze vroeger nogal terughoudend waren. En ik denk dat de studenten ook meer en meer daarmee naar buiten komen. Vroeger was ze van oké, ik maak wel een eindwerk. Ik laat dat zien aan mijn vrienden en familie. Ik ben afgestudeerd. Maar nu zijn ze daar meer van bewust dat dat wel een visitekaartje is. Van oké, kan wel een stempel drukken en mijn eigen laten zien aan de festivals en aan de productiehuizen. Wow.